goedemorgen. Hele goedemorgen. Wat was dat nou voor... Hele goedemorgen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En Jesse Silver is lekker aan het drinken. Ja, ben jij toonbaar? En de accu is leeg. Oh, super fijn. Ja, leuk man. We gaan een hele nieuwe vlog beginnen met een lege accu. Echt? Godverdomme. Nou, dan maar even heel snel. Ik ben sinds 2 weken bij een zanglerares uitgekomen. Na 2 jaar onderzoeken. En eigenlijk heeft zij wel geconstateerd wat er fout gaat met mijn stem. En daarvoor heb ik nu stemonderzoeken. Yay! Ik ben super enthousiast. Ik ben wel een beetje... Ja, moeilijk met oefeningen, want dan moet je toch maar even tijd voor vrijmaken. Dus dat doe ik wel, maar het is gewoon een beetje lastig met de baby en werk en gamen en vloggen en editen en mijn honden uitlaten. En zo'n hele mooie lieve vriendin die ook nog wat aandacht wil geven. Ik heb echt een rode baard. En ik heb een rode baard. Dus, een rode snor. En een rode snor. Maar verder gaat het hartstikke goed. Dus, batterij is bijna leeg. Ik ga aan de piano zitten, want ik moet een toon aanslaan. Want dan weet ik in ieder geval welke toon ik moet aanslaan in mijn stembanden. Om die dan na te bootsen en die op een goede manier ten gehoor te brengen. En dat in combinatie met een goede ademsteun die dus niet vanuit je buik komt, maar van je middenrif. En je middenrif is je hand in de zij en dan ga je ribben gaan naar buiten. Dus die moet eigenlijk uitzetten. Je kan ook in je rug wat holtes vervullen met lucht. Nou ja, zoals je hoort gaat het al een stuk beter. Ik doe eigenlijk veel te veel. Is mij verteld. En dat heeft René al eigenlijk al een keer eerder gezegd. Maar dan zeg je het en dan wil je het wel geloven. Maar aan de andere kant denk je van ja, maar ik voel toch echt wat anders. En dat kan het gewoon niet zijn. René kan het gewoon niet goed hebben. Nee, dat is wel niet waar. Dat is ook niet meer. Godverdamme schat. Ik voel het gewoon lekker in. Goorlap. Moet je een kind van gast hebben of zo? Nee. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Wat was dat nou voor... Hele goedemorgen. Ja, het is een drukke ochtend, hè? Het is een drukke ochtend, we hebben pakketjes binnen. Ja. We hebben Fortnite. En we hebben niet geslapen. We hebben Twitch. We hebben weinig geslapen. We hebben broodjes. En een huilende baby. En een huilende baby. Wat gaan we als eerste doen? Ik zou als eerste jouw eerste pakketje. In plaats van de huilende baby. Ja joh, die wacht wel. Leef je nog? Pak het af, pak het af. Ja, ik begin alvast, want ik heb een... pakketje binnen. Ik heb namelijk wat besteld, zoals misschien wel veel mensen zullen herkennen, is dat ze wat pondjes willen verliezen. En aangezien ik dat ook graag wil na mijn zwangerschap, zag ik wat voorbij komen. We wilden sowieso gewoon gezond... Zo, ik denk je springt mijn baby en al zo over de bank. Holy shit, gelijk stil, kind. Oké. Maar goed, ik wil sowieso natuurlijk wat pondjes verliezen na de zwangerschap. En ik zal waarschijnlijk ook wel gewoon nog vanzelf wat gaan verliezen. Want ja, nog niet alles is eraf. En ik bedoel, we zijn pas een maandje verder of zo. Dus, maar nu zag ik wat voorbij komen. Via van Jolante Kabaal van Kasbergen. Dat zij de Revolin Ketelburn gebruikte. En nu zag ik dat ook Sylvie Meijs dat zou hebben gebruikt. En hoe heet ze ook alweer? Lieke? 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 Ja, van Lexmond. Lieke van Lexmond, ja. Wat er natuurlijk allemaal van waar is, geen idee. Maar ook Dr. Oz, OZ, Dr. Oz, die schijnt deze... eigenlijk een soort van te promoten, hier achter te staan. Het schijnt allemaal natuurlijk te zijn. Er zijn geen negatieve dingen aan of zo. Chemische zooi. Ja, geen chemische zooi. En
wat het zou doen is dat je gelijk in de keto-stand komt. Dus dat je gelijk gaat verbranden. Hoe noem je dat? Keto? Het heeft geen keto. Jij hebt toch in de sport gezeten, man? In ieder geval in die stand waarin je lichaam daadwerkelijk vet gaat verbranden. En normaal... Ketose, dank je. Normaal duurt het gewoon even voordat je in die ketose stand komt. En deze zou je gelijk daarin brengen, waardoor je gewoon ook gelijk gaat afvallen. Dus, ik denk, let's give it a try. Want het leek ons ook gewoon grappig om echt een review hierover te gaan geven zonder dat iets gesponsord is. Weet je wel, dat we gewoon echt gaan kijken van, nou, werkt dit nou voor ons? En wat doet het? Dus, schatje, kan jij deze openen? Dat gaan we doen. Gaan we hem even laten zien. En zoals je hoort, inderdaad, heeft Mo zijn sokjes niet aan. Maar veel te vroeg. We zijn net wakker. Ja, we zijn net wakker. En we willen eigenlijk voor Reggie nog even een maatje groter. Want die was toch wel erg klein. En wat kost het geintje? Nou, ik heb nu... er drie besteld, dat was 2+1 gratis, omdat ik dacht, ja, misschien wil jij ook meedoen. 2+1, dat klinkt altijd goed, hè? Lekker blijven plakken, extra korting op kop. Korting. Dus ik heb echt iets van €80 betaald. Of 70, ik weet even niet precies. Maar daar zitten dus 60 capsules in. Nou ja, keer 3 potjes. En toen dacht ik van, ja, ik kan er wel eentje kopen. Ga met die banaan. Maar ik dacht, misschien wil jij meedoen, dus ja, dan laten we maar gewoon 3 doen. Ja, zo ziet het eruit. Revolin Keto Burn. Het is een number one bestseller. Ja, weet je, met dit soort dingen is altijd van je hoop wordt gevoed, zeg maar. Hè? We willen alles zoveel mogelijk zonder er iets voor te doen. Nou willen we er zeker wel wat voor doen. Dus we gaan natuurlijk ook niet onwijs lopen snoepen en zo. Want ik bedoel, ja, dat slaat nergens op. Dan, je moet wel gewoon gezond eten. Maar ja, soms krijg je gewoon niet de kans om echt vol te gaan sporten. En een beetje hulp kunnen we altijd gebruiken. Ja. En er was nog iets binnengekomen. Dat hebben we al een tijdje geleden besteld. Deze, normaal gesproken duurt het niet meer zo lang bij AliExpress. Nee. Maar mijn mooie mini, die werd ineens niet meer erkend als mini, want mijn mini logo was eraf. Het zou wel grappig zijn als er nou ineens Cochini staat of zo, weet je wel. Kijk, kijk, dat ziet er weer netjes uit, weet je, zo. Ja. Kijk, het is allemaal niet origineel. Nou, je moet er even maar op wachten, maar... het ziet er mooier uit dan wat er nu op is. Zit. €3, dus... Ja. Die Ali toch, hè? Die Ali. Kikken. Oh. Kikken. En wat hadden we nog meer? Nou, en... Oh ja. Nou ja, en ja, wat we dus hebben beslist, besloten, besluiten, hebben doen... is dat we dus voor het gamen hebben we ons Twitch-kanaal weer geactiveerd. En dat heet nu dus Rendon. Rendon, of gaat hij zo? Rendon. En Mitchell, onze neefje... Ja, jouw neefje, maar dat is natuurlijk ook mijn neefje, dan geworden, sinds kort, nu. Die is knijtergoed. Hij is wel heel goed. Wat is er met jouw oogje? Ja, dan gaan we even jouw oogschap maken, hè? Nee. die is inderdaad heel goed. En die zit nu ook op Twitch. Mitchell number one. Dus Mitchell Frosty Roasty. Frosty Roasty. Frosty Roasty. Daar ga ik nu even een potje mee doen. Dus, ja, want hij is ook super grappig. En naast dat hij gewoon knap is om naar te kijken, schijnt hij ook heel goed te zijn. Ja, ik heb een nieuw outfit. Woe! Ik snap er geen ene fucking duck van. Maar ik hoor aan alle kanten dat hij knijtergoed is. En hij is leuk om naar te kijken. Dus ja, weet je. Voeg hem gewoon even toe op Twitch. Als je dat leuk vindt. Als je into gaming bent, of dat je gewoon naar een knappe vent wil kijken, dat kan ook. Kijk, natuurlijk. En dan heb je dus dit. Echt lelijk om terug te doen. Hey. Nou, dat zeg ik dus. Knappe vent. Dus, ja. Voeg hem gewoon even toe als je het tof vindt. Mitchell, LL en dan N-O. Ja, weet ik. One. En we hebben de 4 awards voorbij zien komen.
En iedereen die genomineerd was, gefeliciteerd. En iedereen die gewonnen heeft, nog meer gefeliciteerd. Zo. Een hele prestatie. Ik zag dat Jeremy Frieser de 2 mee naar huis nam. Ja joh, doet hij even. Echt heel cool. En waar komt hij vandaan? Er zit er meer geloof ik, hè? Of wat was het nou? Zou jij moeten weten, want jouw vriend heeft hem ooit gecoacht. Ja. Ik weet niet waar, ik weet het niet. Maakt ook niet uit. Anyway, onwijs heel erg gefeliciteerd natuurlijk. Probeer hem zelf in je mond te krijgen. Zo, nou, volgens de weegschaal weeg ik op dit moment 73,7. Nou moet ik wel zeggen dat ik mijn pyjama nog aan had en ik had de camera ook in mijn handen. Dus dat kan iets schelen natuurlijk, laten we zeggen. Oh, je hebt het niet tegen mij. Ik zit op de bank, ik sta er helemaal niks van. Nee, ik heb net even op de weegschaal gestaan. En ik weeg nu 73,7, maar ik had wel de camera in mijn hand. Dus maar ik zeg 73,5. Ja, dan zou ik zeggen 73,5, want ik dan ben, is er toch weer ook iets van 2 kilo vanaf. Al. Maar ik wil sowieso terug naar de maximaal 65 kilo. En het liefste wil ik echt wel rond de 60 wegen eigenlijk. Maar ik wil ook wel dat het natuurlijk strak wordt en niet dat het een... Ja. Flappende waski velletje wordt. Nee. Dus, daarom gaan we ook. Ja, onze bedoeling is om een beetje te gaan dansen, zumba en zo. Wil jij erop staan? Sorry. Maar dan moet je ook even uitkleden. Ja. Ja, echt? Ik zag hetzelfde gewoon. Ja. Dat kunnen wij alleen maar, hè? Hoe dan? Nou, omdat we zelf van elkaar halen, wegen we op dit moment evenveel. Ja, leuk. Ja, maar ik weeg best waar wel steady eigenlijk. Waar doe jij naartoe dan? Nee, ik hoef op zich, ik wil gewoon wat droger. Ik hoef niet af te vallen, maar ik heb gewoon een beetje een buikie. Ja, gewoon wat droger inderdaad. Let's do this! Doe this! Ben je een goed gesprek aan het houden met je vriend? Oh ja, en nog even wat. Ik keek vandaag in de pot. En ik dacht dat hechtingen, mijn hechtingen oplosbaar waren. Maar er lag ineens iets wat ik dacht van, hè? Hè? Volgens mij... Is dit een hechting? Je kan er maar vanaf zijn. Zo, ik moet even dit trotse momentje met jullie delen hoor. Jesse Silver die slaapt in zijn eigen kamertje. Kijk. Ik heb ondertussen gewoon mijn haren gedaan, gedoucht. Ik was hem namelijk aan het verschonen op de schoonmaaktafel. En toen had ik hem op zijn buik gelegd. Want dan, ja, dat ligt lekker. En dan kan ik de haartjes wat beter doen. En toen had hij zijn oogjes dicht. Dus ik denk, nou weet je wat? Ik leg je gewoon een paar centimeter omlaag. En dan kijk ik of die blijft slapen. En dat ging best wel goed. En dat is ook best wel fijn, want hij ligt volgens mij veel grager, is dat een woord grager? Veel liever op zijn buik. En
in zijn eigen bedje hebben we zo'n aero-ding. Ik weet even niet hoe het heet. Maar in ieder geval dat als hij op zijn snoet ligt, dat er nog lucht doorheen kan. Dus ik zit na te denken, aangezien we zo'n onrustige nacht hebben gehad, dat we misschien moeten proberen om hem vanavond niet in de wieg te leggen, maar op zijn buik. In zijn eigen bedje. Even kijken of dat werkt. Jesse Silver ligt gewoon in zijn eigen bed. Ja, in zijn eigen kamer. In zijn eigen kamer. Dat was wel heel gek, want ik had net echt, toen wilde ik naar bed gaan. Toen keek ik naar zijn wiegje en toen had ik mis hem. Dat is wel een beetje gek. Ik denk dadelijk vast anders als die weer begint te huilen. En dan liep ik. Oké. Ga weer opnieuw in te pakken. Pot. Ze wonen wel. Wat zei je? Zijn moeder vooral. Maar dat wordt nog wel. Dat wordt nog wel. Ja. Anyway, we gaan proberen te slapen. Druk alvast even op het duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe het ook even gezellig. Dankjewel voor het kijken. Wij zeggen alvast, slaap lekker. Ciao! Ciao, ciao!